Heftig nieuws over de bekende zanger Marco Borsato. Hij moet voor de rechter komen. Want een jonge vrouw zegt dat, toen ze nog kind was, Marco Borsato haar heeft aangeraakt op plekken waar ze dat niet wilde. De politie heeft bijna 2 jaar onderzoek gedaan. Al het bewijs dat ze vonden is naar de mensen van het Openbaar Ministerie gestuurd. En die gaan het nu gebruiken in een rechtszaak tegen Marco Borsato. Het is zo dat wij ons onderzoek klaar hebben en dat willen we nu aan de rechter geven. Maar het is ook zo dat de verdachte en zijn advocaat nog mogen zeggen dat zij bijvoorbeeld nog dingen willen onderzoeken. En als dat is gebeurd, dan is de zaak klaar voor de rechter. Want zij... De vrouw om wie het gaat is nu volwassen. Marco Borsato was een vriend van haar familie. En toen ze jonger was, zou hij onder andere haar billen en borsten hebben aangeraakt, terwijl ze dat niet wilde. Dat zou op haar 15e zijn begonnen en jarenlang zijn doorgegaan. Marco Borsato is 56 jaar. Hij is al jaren een bekende artiest. Bijna 30 jaar geleden brak hij door met dit nummer. Hij werd daarna een grote ster in Nederland. En hij was coach bij het tv-programma The Voice of Holland. Daar was 2 jaar geleden veel gedoe over. Meerdere vrouwen die aan The Voice meededen zeiden dat mannen van het programma nare dingen hadden gedaan die met seks te maken hebben. Ook Marco Borsato. Maar de zanger hoefde daarvoor niet voor de rechter te komen, omdat er volgens de politie niet genoeg bewijs was. Maar voor deze zaak van de jonge vrouw is wel genoeg bewijs, zegt de aanklager. Dus komt er nu wel een rechtszaak. De rechter die beslist of hij iets fout heeft gedaan of niet. En wat voor straf er dan eventueel opgelegd moet worden. Marco Borsato zegt dat hij onschuldig is en dat hij teleurgesteld is dat hij toch voor de rechter moet komen. Zelf heeft de zanger de vrouw aangeklaagd omdat zij zou hebben gelogen over wat er is gebeurd.